Hey jongens, mijn naam is Sarah, dit is de Kleine Groene Planeet en het is tijd voor een nieuwe 1 week afval. De reden dat ik weer wilde beginnen, zoals jullie misschien in mijn 1 week afval komt terug video hebben gezien, is omdat ik strenger voor mezelf wil zijn. Dus dit is zeg maar de nieuwe, hoe noem je dat, baseline. En vanaf nu wordt het hopelijk weer beter. Dus laten we meteen beginnen. Ik heb 2 bakjes van vleesvervangers. Ik wou zeggen, ik ben niet zo'n fan van vleesvervangers. Ik vind vleesvervangers heel lekker, maar eigenlijk wil ik die niet zo vaak eten. Maar ik had 1 gerecht gemaakt waarin ik dat nodig had. En mijn vriend vindt vleesvervangers heel lekker. Dus ik heb hem verteld dat hij afscheid mocht nemen van vleesvervangers bij mij thuis. En dat ik vanaf nu meer dingen gewoon from scratch wil maken. Dus deze week 2 bakjes. En dan ook in de categorie vleesvervanger heb ik de filet américain. Ik gooi telkens die worstjes die erin zitten wel weg. Want dat wordt super smerig, zeker met dit weer. Maar ik weet van mezelf, zoals ik jullie eerder heb verteld, ik hou niet van zoet broodbeleg. Ik vind pindakaas ook zoet broodbeleg. En ik weet van mezelf, ik eet geen ontbijt of lunch. Ontbijt kan ook, weet ik wel, met een banaan of zo. Maar ik eet niet genoeg als ik geen broodbeleg heb. Dus ik verschaf mezelf soms zoiets of hummus. En ik moet eigenlijk binnenkort zelf hummus gaan maken. Maar ik heb nu zo'n anti-hummus bui. Als je te veel hummus hebt gehad. Maar deze dus. Dan heb ik 1 pak Oreo koekjes. Slecht voor de lijn, de gezondheid, alles. In die categorie heb ik ook een zak Doritos. Deze zijn trouwens vegan. Voor het geval je. Dit is de sweet chili pepper flavor. Deze zijn heel lekker en vegan. Maar dat moeten we niet te vaak doen. Er is er nu al 1 van komende 1 week afval. Dus slecht. Dan heb ik hier, ik wilde dit heel graag een keer proberen. De soja macchiato. Omdat ik vond vroeger altijd van die koffiedingetjes in zo'n beker. Heel lekker. Dit smaakt meer naar mokka dan naar koffie. Maar is wel lekker. Maar ook dit. Hiervan heb ik ook niet van deze smaak, maar van een andere smaak heb ik ook alweer een pak voor de volgende. Dus we gaan langzaam opbouwen naar beter. Dan, ik had van mijn vriend bloemen gekregen in plastic. Maar de bloemen zijn wel leuk en heel lief. Dan heb ik hier bierdopjes. Want bier is lekker. Soms moet je een biertje drinken, speciaal biertjes. Ik kan dus niet meer tegen gewoon bier. Dan heb ik hier het dopje van het pak. Ik heb een broccoli. Ik heb een broccoli gegeten. Dus daar het plasticje van. Dan heb ik hier 2 elastiekjes die om de bloemen heen zaten. Albert Heijn stickers. Ik voel dat ik braaf rechtop moet zitten. Het zieltje van een pot pindakaas. Ik had knoflook nodig en ik was in de plus en daar zit knoflook in zo'n condoompje. Dus dat is iets waar ik meer mee moet plannen als ik naar de markt ga of iets dergelijks. Dat ik dan braaf knoflook koop, zodat ik dat altijd Zero Waste op voorraad heb. Zo ook een paprika velletje. En wat is dit? Oh, bosui, want dat zit in de plus. Ook in plastic. Dit is echt een faalweek, voor mijn gevoel. Dan heb ik hier zo'n draadje wat om een elektriciteitsdraadje heen zit. Wat bouillonblokjes. Ik had laatst soep gemaakt zonder bouillon. Daar ga ik binnenkort een receptvideo van filmen. Maar het kan. En dan heb ik wat fruitstickers. En een leeg flesje Sinophores neusspray. Ben ik achtergekomen van eieren bijholteontsteking. En ik heb al heel lang semi-chronische bijholteontsteking. Dat is veel minder erg geworden toen ik ben gestopt met zuivel en vlees eten. En nu vond ik de correlatie tussen eieren en de bijholteontsteking. Maar ik heb een nieuw flesje gekocht omdat ik
Heel vaak, nou heel vaak. Als ik hoofdpijn heb en dit gebruik, dan gaat de hoofdpijn weg. Dus dat scheelt een heleboel. Ik hoop dat jullie deze video interessant vonden. Het is een goed begin voor mij om te weten op welke plekken het misgaat. Dat is lui boodschappen doen. Als in dingen niet op de markt of bij de Albert Heijn. Of een andere plek waar ik weet dat het niet in plastic zit kopen. Maar bij bijvoorbeeld de Plus. Ongezonde dingen eten. En de vleesvervangers. Maar ik hoop dat jullie het interessant vonden. En dan zie ik jullie volgende week met een nieuwe 1 week afval. Doei!